Hey Jorn, welkom. Ik ga je vandaag hier de bouw laten zien. Hallo, ik ben Stefan Groothuis en ik ben hier deze week de assistent uitvoerder op deze bouw. Maar misschien kennen jullie me eerder van mijn Olympisch gouden race op de 1000 meter in Sochi 2014. En hij is voor! Oh, Groothuis, geweldig! En daar komt 1:08:39. Wat een tijd! Onwaarschijnlijk! Wat een tijd! Afgelopen voorjaar ben ik eerst gestart bij een kleine aannemer, Ronald van der Velde. Dan heb ik een hele tijd als timmerman, metselaar gewerkt. Nou ja, ik wist er nog niet veel van, maar ze hebben me meegenomen. Vakman heeft me echt aan de hand meegenomen en alles laten zien. Maar ondertussen dacht ik al van ja, wat wil ik op de langere termijn doen? En ik was zeker werk buiten absoluut niet zat. En dat zou ik zo nog een hele tijd kunnen doen. Maar ik wil wel vast verkennen van wat zijn er nog meer voor mogelijkheden in de bouw. En zo ben ik via NOC-NSF en die hebben me uiteindelijk bij Bouwen Nederland terecht laten komen. Die hebben mij geholpen om deze mini-stage bij Van Norrel te regelen. Ja, ik vind de bouw gewoon echt heel erg interessant. Als je ziet de uitvoerder waar ik deze week mee ben. Ik ben ook een tijd met timmerman en metselaar zelf aan de slag geweest het afgelopen half jaar. De vakkennis die mensen hebben is gewoon prachtig. Er zijn echt zoveel details waar ze specialist in zijn. En ik zelf ben er nog lang niet, zal ik eerlijk toegeven. Maar ik vind het gewoon heel mooi om van alles dieper, gedetailleerder te weten hoe het werkt. Hoe zoiets gemaakt wordt en hoe uiteindelijk nou alles in elkaar steekt in zo'n gebouw. Het lijkt misschien op het eerste oog simpel, van beneden naar boven en dan opbouwen. Maar in de praktijk kom je toch heel wat details tegen die best lastig zijn uiteindelijk. Ja, ik vond dit een erg leuke week. Voor mij is de zoektocht na het schaats van ik wil wat met mijn hoofd doen. Ik wil planmatig bezig zijn. Ik vind de bouw heel interessant hoe het gepland wordt, hoe zo'n project wordt aangepakt. Maar tegelijkertijd merk ik dat ik het ook nodig heb om in de praktijk wat te doen. En daarom, zoals deze week heb ik in de uitvoering meegelopen en daar kom ik dan misschien toch wel op uit. Omdat je daar wel tegelijkertijd met je ene been op de bouwplaats staat en de andere in het kantoor. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ik wil eerlijk zeggen dat 8 uur per dag op kantoor zitten. Achter een bureau is voor mij best wel pittig en wennen. En dan ga ik, ik zoek liever een combinatie daarin. Dus wie weet, de uitvoering. Pizza.